Hey, hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is vandaag een vrijdag. Zoals jullie denk ik wel al doorhebben, heb ik mijn filmdagen een beetje omgegooid. Zodat ik net wat meer speling heb als maandag onze vrienden aankomen qua editen en uploaden. Maar we zijn op stal. Eén secondje. De boys waren heel even bezig met schrapen met hun benen. Mogen ze niet. Maar ja, ik ben op stal. Hebben jullie denk ik al door. De paardjes die staan daar klaar. Appie staat hier om de hoek. Want we gaan lekker op buitenrit om de dag goed te beginnen. Dus ik denk dat ik ze maar even ga insprayen met vliegenspray. Dan kunnen de zadeltjes erop. En dan kunnen Gwen en ik op stap met de paardjes. Heb ik eigenlijk wel zin in. Even lekker relaxed wakker worden met de beestjes. Want het is nu 8:30 zoiets. Dus we zijn lekker op tijd. Ik ga de vliegenspray pakken, insprayen, zadeltjes erop. En dan is het time to go. Ja, het is warm, ja. Ja, dat kan ook nog, ja. We gaan in het enge bos. Goed zo. Even keibraaf. Nee, herten doen dat niet. Ik ben op Sonna. Sonna is keisnel. Waar wil je heen? Dan moeten we naar die kant. Ik denk dat dat de kortste weg naar huis is. Ik ben weer thuis. Het is tijd om Pascal te gaan helpen. Die is begonnen met het... Even het statief pakken. Die is begonnen met het uitplanten van de tomatenplantjes en de paprika's. Dus we gaan gauw richting de moestuin om te assisteren. Ik zet jullie op het statief. En dan kunnen jullie meekijken. Kijk, Pascal is al een eindje. Ik ga nu helpen hier met gaten graven. En dan kan hij verder planten. Ik ga gaten graven om de 60 centimeter. En dan dit is ook nog helemaal. Dus we gaan lekker beginnen. Maar dat zijn ook de enige beesten wat we zijn tegengekomen. Herten. We hadden zoiets van als er maar geen zwijnen in de dingen zitten. Oh, nou kan de camera niks meer zien. Even kijken. Nee. Oh, verrek. Ja, welke? Even kijken. Het is zo warm in de zon dat we zijn gestopt met tomatenplantjes planten. Pascal die is nu even binnen bezig. Ik ga een begin maken aan schaapjes scheren. Ik ga beginnen met onze ram. En dan zien we wel hoe ver we komen. Ik heb even mijn kleine tondeus gepakt voor zijn hoofd en zijn private part. Want dat ga ik niet doen met de schapentondeus. Dat vind ik veel te spannend. En voor de rest komt het wel helemaal goed. Dus ik ga even de stroom van de wei uitzetten. Regelen dat ik stroom heb in de schapenstal. En dan de dames buiten zetten, vratje vangen en dan kunnen we daar met de tondeus overheen. Maar ik zal eerst even laten zien hoe die er nu uitziet.
Kijk, dit is onze Fred. Hij is nog nooit geschoren, maar hij zit wel behoorlijk dik in zijn vacht. Dus het mag er wel af, want hij heeft ook langzaam last van de warmte. Dus we gaan hem nu kort wieken. En dan ga ik even kijken dat ik denk ik daarna die pak. Die heeft ook last van de warmte en die heeft een vergroeiing met haar hoefjes. Dus dan kan ik daar ook meteen heel even goed naar kijken. En daarna kijken we hoe ver we komen met de rest. Ik heb wel eens eerder schapen geschoren. Dus wel al way back, want dat was tijdens mijn opleiding. Ik heb een land- en tuinbouwopleiding gedaan. En daar was schapenscheren ook een onderdeel van. Dus het is niks nieuws voor mij. Maar het is wel alweer even geleden. Dus we gaan zien hoe het gaat. Het kan best zwaar zijn, dat weet ik nog, van back in the days. Dus ik kijk ook wel hoeveel schaapjes ik gedaan krijg. Al heb ik maar die twee gedaan, dan ben ik al lang tevreden. Ik heb hier de tondeus klaar liggen. Alles ligt klaar. Olie heb ik ook gepakt en zo. Dus ik denk dat het tijd is om de schapen te gaan scheiden. En dan kan ik meneer pakken en even scheren. Of ja, meneer pakken, dat zal hij wel niet zo grappig vinden. Ik heb wel geluk, hij heeft horens, dus hij is veel makkelijker te vangen. Maar ik ga jullie op het statief zetten en dan kunnen jullie meekijken hoe ik zit te struggelen met onze Freddy. Freddy is klaar en hem meteen gepeerd. Ik dacht, doei, hier heb ik geen zin in. Ik wou het eigenlijk doen dat hij ging zitten. Had meneer geen zin in. Dat is wel hoe ik het op school heb geleerd. Dus ik heb het maar staand gedaan. Is het niet zo super strak, maar dat is niet erg. Meneer staat eronder in de wijk. Ik zal heel even een stukje naar naartoe lopen. Kijken of ik hem nog mag filmen. Volgens mij is hij echt boos op mij vandaag. Ik denk niet dat ik nog vriendjes ben met Fred. Ik ga even kijken of ik al bij kan komen. Die achteraan helemaal alleen staat, dat is onze Freddy. Dames weten niet zo goed wat ze met hem moeten. Ze zagen net zijn vacht liggen en dan hadden ze echt zoiets van, hè? Maar eigenlijk heb ik nou als idee om een van de meiden te gaan scheren. Ik denk alleen niet dat die nog vrijwillig naar binnen gaan lopen, nu ze gezien hebben wat de bedoeling is. Dames, we gaan even naar binnen. Kom. Ga maar naar binnen. Fred, loop maar mee. Ga binnen. Loop maar achter onze bikinimodel aan. Ga maar. Naar binnen. Tjop, tjop. Zo. Kom maar. Neem nou niet die route. Schaapskies. Nou, ik heb even geprobeerd om de dames naar binnen te krijgen, maar er is echt no way dat die naar binnen gaan. Ik zit even de waterbak hier te vullen. Dus ik denk dat ik maar gewoon moet wachten tot morgen. Morgen is weer een nieuwe dag. Dan hou ik ze gewoon even binnen als ik ze ga voeren, denk ik. En dan pakken we ze dan wel. Want ik wil natuurlijk ook niet dat ze te gestrest raken. En dit is natuurlijk al een hele happening voor ze. Dus morgen is weer een nieuwe dag met nieuwe kansen om de rest van de schaapjes te scheren. We hebben in ieder geval nog wel eentje gehad van de 8. Dus dat is wel heel wat, vind ik. Niet? Nee, eigenlijk niet. Ik moet er nog heel veel. Ik kan jullie natuurlijk wel nog even Fred's jas laten zien. Kijk hoe dik. Dat is echt bizar. Dit is allemaal van Fred hier afgekomen. Kijk, heel dik pak. Ik ga hier mee proberen of ik daar een kleed van kan maken of zo. Maar dat komt in de loop van de week wel. Nu eerst even zorgen dat al die schapen geschoren worden deze week. Dat schapenscheren, dat is hem niet meer geworden vandaag. De dames laten zich gewoon echt niet pakken. Ze komen helemaal niet meer in mijn buurt. Dus morgen, als ik ze ga voeren, gaan we een nieuwe poging wagen. We hebben net gegeten. Als jullie willen zien wat, kijk onze vorige vlog. Want het waren de restjes van gisteravond. We gaan nou verder met de tomaatjes. Niet daarachter in de moestuin. Maar we hebben hier en daar bakken gezet. In de voortuin ook nog. En daar gaan we ook cherry tomaatjes in zetten. En nog wat andere tomaatjes. We vinden het wel leuk als die een beetje kriskras door de hele tuin heen staan. Ook in de voortuin komen er. En
Dan kunnen we morgen verder met het planten van de paprika's. Maar eerst de tomaatjes, want de grond van de paprika's die moeten we ook nog omspitten. Het is nu 7 uur, dus de zon brandt wat minder intens. Dus het is tijd om nog even aan de slag te gaan. En dan, als de tomaatjes in de grond zijn, dan zien we wel wat we nog even gaan doen. Of we iets gaan doen of niet, dat zien we dan ook al. Eerst tomaatjes. Dat zei ik toch? Ja, dit is 7 uur, ja. We moeten dat na 7 uur doen. Nee, die is hier. Het kijk, bloemenzaadjes komen langzaam uit. Ik hoop niet dat het onkruid is. Ik denk het niet. En dan zetten we daar een paar tomaatjes tussenin. Ik denk dat dat best leuk uitziet. Ja, dat denk ik ook. En als ik dan wegga, kan ik altijd tomaatjes plukken. En we kunnen er nog een paar paprika planten tussen zetten. Ja. Dat ziet ook leuk uit. We hebben een eetbare bloementuin. Ja. Kijk, de zwaluwtjes zijn daar een nestje boven. Ja. Oh, daar ging er net een in. Een nestje is er al. Ja. Ja, maar die zijn wel iets aan het doen. Misschien komt hij zo eruit. Ja, daar ging die weer. De voortuin en alle potjes die zijn gevuld. We gaan nu hier verder. Want hier komen nog twee rijen bij. Dus we hebben deze en er komt nog een rij bij. Dus nog 10 plantjes ongeveer. Niet meer heel veel. En dit hier is het stuk waar de paprika planten komen. Zoals jullie kunnen zien, is daar nog heel wat werk aan. Dus ik weet niet of we daar vandaag nog iets aan gaan doen. En anders komt het morgen vroeg wel. Ik ga eens heel even kijken of de schaapjes ondertussen alweer mijn vriendjes willen zijn. Denk het niet. Schaapjes, kom. Schaapjes. Nee, doen we dat alsof ze me niet horen. Gek beesten. Fred is de tweede van rechtsaf gezien voor jullie. Helemaal naakt is die jongen. Helemaal naakt. Zit geen haartje meer op. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik dacht, nieuwe dag, nieuwe kansen. Dames staan hier, Fred ook. Poort is dicht, dus we gaan verder met het scheren van de schaapjes. Ik ga ze nu gewoon binnen laten en niet naar buiten als ik ene ben aan het scheren. Misschien werkt dat wat beter. Dan hoef ik in ieder geval niet door de hele wei heen te rennen om de schapen te vangen. Gisteren heb ik twee keer geprobeerd om ze binnen te krijgen nadat ik Fred had geschoren. Geen succes. Eerste keer waren ze bijna binnen en toen gingen ze weer naar de wei. Tweede keer ging Fred over de draad en stond hij op ons weiland wat nog niet omheind is. Dus top, ik ga ze niet opjagen. Dus ik hoop dat dit plan beter werkt en dan kijk ik wel hoeveel schapen ik gedaan krijg. Al is het er maar één vandaag, dat maakt niet zoveel uit. Morgen is weer een nieuwe dag, maar we gaan minder praten. En ik ga proberen een schaapje te vangen. Ik zet jullie op het statief. Dan kunnen jullie meekijken. Kijk, ze weten het al hoor. Ze hebben echt een hekel aan mij sinds gisteren. Maar dit is iets wat moet. We hebben geen keus. Als we dit haar erop laten zitten of de wol. Dan kunnen ze allemaal ziektes en infecties krijgen. Dus het moet er gewoon echt af. Ik ga jullie op het statief zetten en schaap vangen. En dan gaan we scheren. Ik wil eigenlijk... Waar is ze nou? Ah, die daar. Die wil ik eigenlijk pakken. Dat is die met de slechte hoefjes. Dan kan ik daar meteen ook even naar kijken. Maar ik denk dat ik maar gewoon het eerste het beste schaap pak. Wat ik op een normale manier te pakken krijg zonder erachteraan te gaan rennen. Dus fingers crossed dat dit makkelijker gaat als gisteren.
Kijk dan, ze is echt heel erg lelijk nu. Ik heb wel de nageltjes een beetje kunnen doen, dus dat is goed. Ze had geen zin in een scheerbeurt. Dus, dik duim omhoog. Maar het is gelukt. Het is geen hele mooie zomerjas wat ze heeft gekregen, maar dat is niet zo erg. Ik heb het er ook niet als een dekentje af kunnen halen. Het zijn allemaal stukjes geworden. Maakt ook niet uit, volgend jaar gewoon wel beter. Maar ze is in ieder geval kaal nu. Ik ga heel even wat drinken en pauzeren en dan is het tijd voor de volgende. Ik weet alleen nog niet wie dat gaat worden, maar ik laat hun nu heel even met rust. Dat ze even kunnen settelen en dan pakken we daar de schaapje. De schaapjes zijn helemaal klaar, of ja, dat is wat veel gezegd. Ik heb 4 schapen gehad, inclusief de ram Freddy die ik gisteren al heb gedaan. Ze staan hier nou voor mij in de wei. Ik wou heel even laten zien hoe ze erbij lopen. Ze zijn echt heel lelijk zo, vind ik hoor. Ik vind ze veel mooier als ze wol hebben, maar ja, het is nu eenmaal zo. Ik heb ook de hoefjes kunnen doen van Stoetel. Dat is dat schaapje met de afwijking aan haar pootjes. Die staan in plaats van zo, maar volgens mij heb ik dat al gezegd. Dus ja, dat is fijn. Ik ga de camera even draaien en dan laat ik jullie hun even zien hoe knap ze nou zijn. Ze zijn echt spuuglelijk zo. Ach ja, maakt niet uit. Het groeit wel bij, het groeit wel bij. Ik weet niet of je ze een beetje kan zien, maar de 4 schapen aan de linkerkant, dat zijn die wat gedaan zijn. Maar als ik korterbij kom, dan rennen ze keert weg omdat ze bang zijn dat ze weer moeten. Dus ik ga even niet dichterbij, maar dit is hun nieuwe zomerskapsel. En dan moet ik er nog 4, die 4 aan de rechterkant... Maar dat zie je denk ik wel. Die zijn denk ik morgen de pineut. Dus ja, ik ga heel even wat lunchen. Na de lunch gaan we heel even richting Laal. Naar Suur. Dat is een ijszaak. Gaan we even een ijsje eten. Want het is toch veel te warm om nou iets buiten te gaan doen. En dan even het huishouden doen. Boodschapjes, dat soort dingetjes. En vanavond na het avondeten gaan wij weer buiten verder. Want de paprikaatjes, die moeten ook nog steeds de grond in. Dus dat is een planning voor vanavond. Maar nu eerst even lekker lunchen. Het is hoog tijd om een ijsje te gaan halen en even naar de supermarkt. Dus dat gaan we nu doen. En als we terug zijn, dan kunnen we weer buiten aan de slag. Maar eerst gaan we een ijsje eten. Terwijl Pascal bezig is aan het eten, want hij is chefkok 9 van de 10 hier in huis, ga ik hier alvast beginnen met spitten. Ik heb hier al een strookje gedaan voor de paprika's. En dan kunnen we die na het eten komen planten. Dus ik ga gauw gas geven met spitten. Ik ga niet het hele stuk spitten, maar in het verlengde van de rijen van de tomaten. Dus ik spit dit hier zo, en dan een stukje niet. En dan in rij 2 trek ik door. Zo op die manier. Ik denk wel dat je een beetje snapt wat ik bedoel. En anders zie je het eigenlijk wel. Ik ga spitten, dan is dit klaar voordat we gaan eten. Ik
zo echt de bal doorheen gaan. Dat is echt niet heel makkelijk door die bal heen met je kopje, hè? Jij gekke kleine jemen toch. Laia, waar sta jij nou? Iedereen staat op de grond. En jij? Laia. Wat doe je daar? Sanna, ik denk niet dat ze jou serieus nemen met Lucky in je mond. Ja, dat doen ze niet hoor. Kijk, de schapen die willen naar bed. Die staan al klaar. Er staan een paar border collies voor die ze tegenhouden. Maar eigenlijk vinden ze gewoon dat wij dat draadje weg moeten doen, de honden weg. Want dan kunnen ze lekker gaan slapen. De paprika's staan en ze hebben meteen ook water gehad. Tomaatjes hebben we ook even water gegeven. We hebben alweer wat plantjes over, dus die komen in de voortuin. Maar dat is iets van morgen. Het is bijna 9 uur. Het is donkerder dan dat het voor jullie op beeld lijkt. Dus we gaan heel even nog gauw water geven in de voortuin. En dan gaan we naar binnen. Dan zit het er weer op voor vandaag. En dan is morgen weer een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. Dan gaan de honden naar buiten. En als ik eerlijk ben, is het ook geen ochtend meer. Wij zijn de hele ochtend hier bezig geweest met het schoonmaken van het huisje. Kijk, helemaal netjes voor hoe lang het duurt. Morgen komen die vrienden van ons aan en die zouden eigenlijk in de avond komen, maar we hebben net het bericht gekregen dat ze in de vroege middag hier zijn. Nu is dat op zich niet zo'n probleem, maar ik wou eigenlijk morgen hier ook nog wat schoonmaken. Dan hebben we daar denk ik niet meer echt de tijd voor, want ik moet ook nog even naar Somma in de ochtend. Hondjes moeten natuurlijk verzorgd worden en we moeten nog heel even naar de winkel voor de laatste boodschapjes. Dus, tijd tekort morgen denk ik. Hebben we dat nu alvast gedaan. We gaan nu buiten aan de slag. Pascal gaat een beetje karton verbranden wat we nog hebben. En ik ga even met de bosmaaier rond de moestuin waar de pompoenetjes staan. En daarna gaat Pascal even met de kettingzaag een paar boomstammen door het midden hakken. Om het zo maar even te zeggen, zodat ik daar een bankje van kan maken. Ik ben vorige week door ons bankje heen gezakt wat in de wei stond. En Freddy heeft daar even een mooier bouwpakket van gemaakt. Die heeft daar aan lopen schuren. Dus die bank, daar is echt niks meer van over. Dus ik dacht, als we nog een boomstam pakken, maken we daar plankjes op. En dan hebben we toch een soort van tijdelijk bankje. Want als die mensen hier zijn, is het natuurlijk wel leuk als we in de wei van het uitzicht kunnen genieten met alle beestjes. We nemen ook een hond mee. Dat is de vriend van die van ons. Dara heet ze. Border Collie Stafford Mix. Dus morgen hebben we nog een hondje extra naast de mensen die al komen. Maar ik ben heel erg veel aan het ratelen. Ik ga gewoon naar buiten. Daar nog wat doen. Want ik heb nou al lang genoeg binnen gezeten, al zeg ik het zelf. Kijk, hier staan de pompoentjes. Maar het gras eromheen is best lang. Dus ik ga even mijn hoepertonnen eroverheen zetten. En dan dit stuk helemaal kort wieken met de bosmaaier. Pascal die is daar aan het funkelen. Ik ben klaar met maaien in de moestuin en in het kader van ik ben toch nu hier met de bosmaaier ga ik meteen even hier onder het net, ik heb het net even plat gegooid, onder het net zo langs om helemaal
ook meteen even mee pakken. Dan hoef ik hier in ieder geval even voorlopig niet meer naar om te kijken. Pascal die is met de kettingzaag bezig. Die is boomstam op maat aan het snijden. Of snijden, aan het zagen. Zodat we daar even een tijdelijk bankje van kunnen maken. In tussentijd kan ik dit mooi doen. Hondjes lopen hier. Schapjes liggen lekker te slapen. Dus wij zijn wel lekker bezig vandaag. Kijk, één kant is klaar. Nu daar nog. En dan omhoog. Boven de achter bij de moestuin heb ik net gedaan. Maar de schapen zijn ook goed in het eten. Kijk, ze hebben alleen nog dit soort dingen hier staan. Dat is ook gras, maar dat is wat armer gras. Ze zijn eerst lekker op het snoepen. Die sprietjes, het staat gewoon over de hele wei nog. Maar ja, ze zijn wel goed bezig op zich. Hé, Mekkie? Mekkie? Doen de schapjes dat goed, Jorgie? Ja? Doen ze goed, hè? Alle zijkantjes zijn klaar. Ik heb een statief boven de moestuin vergeten, dus ik heb niks gefilmd. Maar jullie geloven me wel, denk ik. Rondom is alles helemaal vrij. Het is nu tijd om hun even binnen te zetten. Of binnen in de tuin. Schaapjes los te laten. En dan kunnen we het bankje gaan maken. Laia is de hele tijd de bosmaaier aan het aanvallen. Ik vraag me af waarom, maar ja, maakt niet uit. Ik ga dit even opruimen en dan kunnen de schaapjes wel lekker naar buiten. Wat ben je nou aan het doen? Laia, schei er eens mee uit. Laia, kom eens hier. Ga zitten. Hallo. Zit. Waarom doe je dat? Dat is niet goed, hè? Lee. Kom eens hier. Ben je boos op hem? Waarom ben je boos op hem? Heb je jouw gras kapot gemaakt? Is dat het probleem? Gekke Lee. Kijk, dit is het bankje waar ik doorheen ben gezakt. En wat Fred nog even wat erger heeft toegetakeld. Hij heeft hem gewoon helemaal uit elkaar gesloopt. Kijk, chic heeft hij dat gedaan. Teamwork noemen we dat. Nu hebben we hier dit even staan. Als tijdelijk bankje. Gewoon boomstammen en een paar planken erop. En dat is voor nu helemaal prima zo. Nu kunnen we hier tenminste lekker zitten en genieten van de schaapjes. En de mooie natuur, wat we onze achtertuin mogen noemen. Dat ging op die bank niet meer lukken, ben ik bang. Maar dit werkt prima voor nu. Voor eventjes is dit goed. Ik ga heel even de schaapstal hier achter mij schoonmaken. En terwijl ik dat ben aan het doen, is Pascal begonnen aan het eten. We eten pannenkoekjes met andijvie en spek, dus ik ben heel benieuwd. Als we gegeten hebben, gaan we nog heel even de moestuinen in. En dan zet onze dag er al op. We hebben toch nog van alles gedaan gekregen vandaag. Daar zijn we wel blij mee. Want ik denk dat de komende week het gaat tegenvallen wat we gaan doen. We gaan wel dingen ondernemen. Maar niet echt hier thuis werken. We hebben ook even een weekje een beetje vakantie. Dat zijn Lai en Fama. Die willen spelen met elkaar. Ik weet niet of jullie dat horen. Die zijn een beetje een brommen naar elkaar. Dat dus. Ja, genoeg verteld. Ik ga even de stal schoonmaken. En dan kunnen we aan tafel. Willen jullie misschien ook brokjes? Het is eigenlijk etenstijd. Hebben jullie honger? Zullen we brokjes gaan pakken? Ja? Kom, gaan we brokjes pakken. Moet ik wel eerst naar binnen terug? Goed zo. Kijk eens aan. Het pannenkoekje met andijvie en spek is klaar. Wat je met andijvie toch niet allemaal kan maken, hè? Wij zijn weer klaar met eten. Het is tijd om even richting de moestuin te gaan. We moeten water geven aan Pascal wel. Andijvie en pak soi gaan zaaien. Dus we gaan nog even lekker naar buiten. Kijk, ik heb net stokken gezet hier bij de paprika's. En Pascal heeft van die handige dingetjes besteld.
Die klik je zo om het plantje heen. Zo. En om de stok. En dan blijven die mooi staan. Dus dat ga ik nu even doen. Terwijl meneer daar water is aan het geven aan de aardappeltjes. Die hij trouwens vandaag ook heeft opgehoogd. Toen ik met de bosmaaier was aan het spelen. Dus dat heb ik niet gefilmd. Maar kijk. Dat ziet er goed uit. Ja. Ja. Dat is 100 kilo aardappelen minimaal. Ik hoop het voor je. Laia, wat denk jij? 100 kilo of niet? Nee, ja. Laia zegt Laia. Laia zegt 2 kilo en die eet alle anderen op. Laia houdt stiekem van aardappeltjes, hè, Laia. En van gras. Alle paprika plantjes hebben hun eigen bamboestokje gekregen. Oh, ik ben opeens donker. Wacht, ik moet even dit ding opruimen. Maar dus, die hebben hun eigen bamboestokje gekregen. En ik heb ze vastgemaakt met een clip. Ik neem nu hier deze krulstaven mee. Die zijn namelijk voor de tomatenplanten. De tomatenplanten krijgen allemaal zo'n stok. Of stok, ja. Ik noem het even een stok. Het is van ijzer. En dan kunnen ze daar mooi zo langs omhoog groeien. Dus... ik heb er 40 nodig, want achter in de moestuin zijn 40 tomatenplanten. Dus die ga ik hier even uitvissen. En dan geven we de tomatenplanten ook allemaal hun eigen stok, om het zo maar even te noemen. Nee, ik heb mijn stal uit. Ik had de stroom aan. Toen was ik er overheen gegaan. Toen zette ik een stiek zo. En toen had ik... oh, kut. Oepsie. Nee, maar ik heb de stroom uitgezet en toen... ik heb geen idee wat de buurman was aan het spuiten, maar hij was volledig in pak. Dus we hebben de moestuin van ons ook maar verlaten. Niet dat er dadelijk gif naar onze kant toe waait en dat wij dat nu inademen. Dat is natuurlijk niet heel gezond. Dus wij gaan gewoon morgen daar verder. Maar dat betekent wel dat de dag erop zit en dus ook deze video. Ik ga nu de schaapjes even op stal zetten. Ik kan niet meer praten. Ik ga de schaap op stal zetten. En dan zit onze dag er ook weer op. En dus ook deze video. Dus ik hoop dat jullie hem, ondanks dat ik vandaag niet heel veel gefilmd heb, toch leuk vonden. Dus geef ons een duimpje omhoog, abonneer op ons kanaal en laat hieronder een leuke reactie achter. Oh, en ik denk dat ik binnenkort weer een Q&A wil gaan opnemen. Dus een vraag en antwoord. Dus hebben jullie nog vragen aan ons? Mag over van alles en nog wat zijn? Laat dat dan ook even hieronder achter. Of via Facebook of Instagram, dat kan ook. En dan verwerken we die vraag in een leuke Q&A. Die komt dan ergens in de loop van de weken online. Maar... genoeg verteld. Wij zien jullie zaterdag weer terug. Doei! Gaan we naar bed? Ik sta in de weg, hè. Jullie willen op die bank. Ga maar dan.
Gaan we nu naar bed? Nee? Doei! Ja, gaan we nu eindelijk naar bed, jongens? Kom. Nee, doei. Ja, ze gaan eindelijk naar bed. Gekmutsen, echt waar. Altijd weer wat met die schapies, hè?